mensen, welkom bij weer een nieuwe Competition Route video. En ik ga vandaag tegen Inazuma Legend Japan. Of Inazuma Legend Nationaal. Dat is dit team. Oké, dan gaan we al gelijk beginnen dus. Ja, het beeld is misschien een beetje donker, maar daar kan ik even niks aan doen. Oh, fuck, ik moest passen, maar het lukte niet. Decoy deploy. Zo. Fuck, kom op, Saru. Fuck, tornado tunnel. Oké, testcut. Doe gelijk armor fry. Ik denk dat dat het handigst is. Oké, zo. Hopelijk gaan we de bal nu afpakken. Yes, we hebben hem. Oké, side swipe. L2. Critical. Oh, vandaar denk. Oké, we gaan mixmaxen. Ik heb dit keer met Arion gemixmaxed. Of Temma. En ik heb zijn kick helemaal omhoog gedaan. Ik denk dat hij wel wat beter nu is. Ik heb het Temma tot iets van 280 kick gedaan. Gegeven. Oké, I have the storm. Oké, we gaan wel scoren denk ik nu. Zo. Lekker is L5. Ja, 1106. Dus, dat is really good. In het Engels. Nou, vind ik dan. En die zit. Gelukkig. Dus, de eerste goal is weer binnen. Woensdag komt er weer een nieuwe. Dus laat er vast in de comments achter welk team je dan wil zien waar ik dan tegen ga. Dus laat dat even in de comments achter. Ik kan er ook alvast eentje doen voor vrijdag. En voor zondag natuurlijk ook. Dus. Oké, mixmax. Ik doe alvast met de keeper voor de zekerheid. Danny is er ook, maar die is beneden, want die ging ook een video opnemen. Ik zit nu in mijn kamer. What? Oh, fuck. Decoy deploy. Zo, die zijn voorbij. Gaan we naar Vulpine en zijn spirit doen. Oké, hun doen ook met de keeper een spirit. Oké, charge gewoon, denk. Ja, mooi zo. En de level 99 route vind ik echt lastig. Ik weet niet waarom ik het niet haal, maar ik haal het niet. Het is echt irritant. Ik moet mijn team nog even wat beter trainen, denk ik. Ik denk dat het daaraan ligt. Oké. Van mijn disc. Oh, hun aan de critical. Oké. Zo, ik hoop dat we nu gaan scoren. Weer wel vol. Maar we gaan zien of we gaan scoren. Oké. 1135 pauw, dat is best wel krachtig vind ik. Ja, we gaan zeker scoren. Doei. Mooi zo! Oké.
Ik doe ook met de keeper, joh. Je weet maar nooit, straks komen ze voor en heb ik nog niet spirit met de keep gedaan. En dan ben ik dik de lul, denk ik. Dus. Oké, Belon. De tower. Ik had dat hem gewoon vroeger voor de lol geleerd. Ik heb hem al heel tijdje. Ik deed eerst niks meer met Belon, maar nu weer wel. Oké, mix en match. Laat ik even met een verdediger gaan doen. Oh wacht, ik heb er al 3. Laat ik dit niet meer. Er verandert niet zoveel. Ik doe even een spirit met de verdediger. Die. Oh wacht, ik heb ook al 3 spirits. Fuck. Oké, dan zet ik een verdediger daar gewoon. Oké, hij doet Fireball Storm. Hij komt tot 843. Dat is niet echt super goed. Dus ik denk dat hij hem al gaat houden. Ja, en natuurlijk met schotblokking. Dus wel of het land is. Gaat hij hem zeker wel houden. Oké, daar komt hij dan. Ja, hij houdt hem. Mooi zo. Hoppakee. Ho. Oh, hij heeft geen dribbel. Dat is ook handig. Oeh, hij komt er niet voorbij. Dat is jammer. Ah, nu gaat hij toch naar de keep. Pas dan. Oh, pas dan. Ik zag het niet. Daar. Zo. Oké, we gaan nog een keer schieten. Ik doe Nocturne dit keer. Die moet ik ook nog even trainen. Kijk, komt nu nog niet zo hoog. Maar dat komt ook omdat zijn FSP niet zo hoog meer is. Volgens mij had hij nog maar 14 over of zo. Of iets meer kan ook. Of minder. Maar we hebben in ieder geval een goal gescoord. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus we staan al bij 3-0. Ik vind het op zich niet zo lastig tegen dit team, eerlijk gezegd. Ja, dat dacht ik al. Dat die weg zou gaan. Oké. Misschien kunnen we hem nu nog afpakken. Ik denk van niet, eerlijk gezegd, maar... We gaan het zien. Oh, we kunnen hem wel even afpakken. Zo, ik zet de camera iets rechter. Oh, fuck, shit. Ik verlies wel. Oh, handig. Oké, rennen voor Pien. Oké. We doen weer wel vol. In de hoop dat hij gaat zitten. Zo, hij komt nog steeds best hoog. Nee, hij zit niet. Zo, hij heeft wel hoog power trouwens. En hij heeft volgens mij niet eens mixmax. Holy. Hoe krijgt hij ooit zoveel power dan? Ah, misschien heeft hij catch. Heel erg catch, ik denk dat. Volgens mij hebben in de Tsuma Legend Japan hebben ook een stats best hoog. Oké, we staan 3-0 in de eerste helft nog, dus... Het is redelijk goed. En we gaan door. Spirit, oké. Laat ik eens met Saro gaan doen. Ja, een Armify. Niet zo bijzonder. Oké, dit is de Saro's cache. Die kennen jullie vast wel. Oké, ik ken nu de wall dat ik niet afpakken. Maar ik ga het gewoon proberen. Nope. Daar was ik al bang voor. Oké, nu ga ik denk ook niet de bal pakken. Nou, misschien wel met Jungle Jam.
Ah, nee, jammer. Die komt altijd toch wel hoog. Meestal. Nou, dat komt gewoon omdat die helemaal geëvalueerd is. Zo, ik sta er weer mijn verdediger voor. Ik doe reaction. En hun doen triangle ZZ. Plus 2. Oké, daar komt hij dan. Ik doe Ozone the Flyer. Shot Weaknet. Oké, kijk hoeveel, tot hoeveel die komt. Reaction bedoel ik. V3 is die al. Oké, in de 1000. Ik hoop dat hij level up gaat. Want ik ga hem helemaal proberen te... Ja, level up, hè. Ik weet niet hoe je dat zegt, maar ik zeg het gewoon zo. Jullie snappen vast wel wat ik bedoel. En dan krijgt hij denk ik wel veel power. Ik denk het dan. Vandaar, dus. Oké, ik ga Miximax met Zara doen. Oh, wacht. Ik heb er al 3. Fuck, ik vind het zo stom dat je maar 3 kan. Oké, als je je hele team dan had, dan zou een beetje te overpowered zijn natuurlijk. Maar ik zou hem dan 5 doen of zo. Eerlijk gezegd. Oké. Deco de plot. Oh, critical, yes. Oh ja, Simon heb ik ook critical geleerd. Dat is waar. Was ik even vergeten. Okay, Shellburst L5. Ja, zonder Miximax dus. Maar hij komt nog aardig hoog. 700. Misschien houdt hij hem nog wel. Ik denk dat hij hem wel houdt. Ja, ik denk. Ja, hij houdt hem. Double content is ook best een goede move. Ik vind het zelfs persoonlijk een van de beste keepers moves. Niet, het is wel een van. Denk ik. Zo. Want het is toch wel 180 power ongeveer. Het staat er in ieder geval bij, dat weet ik nog wel. Oké, ik denk dat hij nu wel gaat scoren. Als hij niet zo hoog power heeft dan. Yep. Oké, mooi zo. Hij is ook stunt, dus. Ja, dat is een goal inderdaad. Dus de 4-0. Ja, replay hoef ik niet te zien. Oké, we staan 4-0. En de keeper zijn Miximax is weg. Mooi zo. Spirit. Wie... Ik ken niemand meer. Oh jawel. Gelukkig. Dan doe ik die van Belong even. Ja, bla bla. Oké, hier komt die van Belong. Misashi kennen we natuurlijk al lang. Ja, die van Belong ook hoor, maar... Boeien. Hij verandert amper, hè. Ik denk dat hij met de kleine versie van Nathan is gemixt. Oké, die gaan we zeker weten. Ja, blokken. Dus, doei. Zo, ik had hem even zin om te skippen. Oké. Oké, special tactics. Dat was ik vergeten te doen. Zero space. Oké. Krijg je zoals gewoonlijk tegen team Zero. Dat is wel logisch. Oké, decoy deploy set. En die komt hem wel voorbij. Oh, en had hij weer een critical. Alsnog kom ik hem voorbij, dus. Oké, gaat dit een 5-0 worden? Ik maak het nog een beetje spannend. Nou, eigenlijk helemaal niet, maar ik doe drag en drive. Ik denk dat hij sowieso toch wel zit. Hij kent toch geen move meer. Zet de pace op. Goal!
zoveelste al, de vijfde. Dus we hebben S-rank. In de soort van story was dit team moeilijker, vond ik. Ja, toen had ik ook zelf nog niet zo'n goed team, dus misschien ligt het daaraan, maar toen waren de stats ook best hoog. Het was in de extra storyline. Ik denk dat jullie dat al hebben gedaan ook. Toen moet je tegen dat team van die wolf of van die vampier. Later dan. En ja, dat is het al. Oké, en nu een zonnefly, dat boeit me even niks. Oh, Miximax is weg. Hij ziet er nog totaal hetzelfde uit. Dus ja, waarschijnlijk is hij dus met Nathan gemixmax, de gewone kleine. Zoals ik al zei. Oké, Vector op pillar S. En we rennen nog even snel naar het doel. Ha, charge. En we gaan zeker weten scoren. Dus ik doe nog even een Nocturne in de hoop dat hij level up gaat. Ik denk eigenlijk eerlijk gezegd van niet, maar nee. Jammer, maar hij zit wel, dus. Oké. Oké, dan gaan we dan weer door. Oké, ik doe even Armify. Het heeft eigenlijk niet zoveel nut meer. Ik moet alleen zorgen dat hun geen doelpunt maken. Ik heb sowieso al S-rank dus. En ik heb die ene trofee al dus. Daar hoef ik ook niet voor te gaan. Mix en match. Ik heb er al 3 gedaan. Dus... Ho, wat doe ik? Oh, dat is slim. Oké, dan gaan we spelen pakken. Gewoon Belong. En zet hem hier neer. Nee, niet weglopen, hè. What the fuck? Zo, ik doe gewoon nog een special tactiek. Oh, wacht, ik kan niet. Dat is jammer. Sideswipe! En die blokt hem. Oké, ik denk dat we nog wel de 7-0 kunnen scoren. Warp step. L3. Volgens mij was hij dan nog niet, of wel? En met Tuskat was hij dan nog niet. Zo. Oké, wat gaan we doen? White Hurricane. L2. En die zit. Dat is al de 7-0. En dat is ook het laatste doelpunt van de wedstrijd, hopelijk. Nou, of ik moet nog een doelpunt scoren. Maar ik hoop dat we niet meer gaan scoren. Ik denk van niet hoor, maar... Het is al 28e minuut, dus... Oh. Ja, ik laat ze hem gewoon afpakken. Ja, boeien. Ja, je hebt hem afgepakt, wauw. Vol, oké. Oké, dan gaan we nog een keer schieten. White Hurricane. En die zit natuurlijk, dus we hebben weer een goal, de 8-0. Het is gewoon... Too easy. Oké, nu is het echt afgelopen. Yep, oké. Kijken wat we krijgen.
Oké, we krijgen niks, maar we zijn natuurlijk wel level ups. Draco is 41, dus... Oké, maar mensen, weer bedankt voor het kijken naar deze nieuwe competitie route video. Doe alvast weer een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Laat in de comments achter tegen welk team ik de volgende keer moet. En abonneer op de kanaal voor meer competitie route video's en andere Insom Level video's. En dan zie ik jullie natuurlijk weer later!